gebeurt, Kelfam? Mijn naam is Kelfam en ook wel bekend als Kelfam. En het is nog steeds Kelsam, waarin ik elke dag van de maand een video upload, zolang jullie het aantal likes halen. Wat ik jullie vragen vandaag is dan dit: 11 doezoe, papies. Ga je zeggen dan? 11.000. Mochten jullie 11.000 likes halen binnen 24 uur, dan zorg ik ervoor dat er morgen weer een stikvonkel filmpje is, jongens. Daar kun je wel vanuit gaan. Oh ja, en lijkt het je nou gezellig als ik even een moment pak om bij jou thuis langs te komen, om even te chillen voor een kopje koffie? Laat dan even een reactie achter onder deze video en wees geabonneerd op mijn kanaal, dan maak je kans op die legendarische prijs. Het is ongekend. Het is ongekend, dames en heren. Het is ongekend. Heb ik al gezegd dat het ongekend is? Ook deze week ga ik weer de uitdaging aan om te checken of ik iemand na kan doen een week lang op Instagram. Namelijk, ik heb 7 foto's en stories van YouTube. Jultje Tieleman uitgekozen. Mocht je niet weten wie Jultje is, dit is Jultje. Wow, dat is een knappe vrouw. Ik had het over jou. Aangezien Jultje haar Instagram game redelijk on point is, bedoel, ze heeft het best wel, ze maakt een soort sport van. Ze is een soort van de Sven Kramer van de Insta games. Dat is niet normaal. Ik weet niet hoeveel tijd ze eraan besteedt, maar you're doing very good for yourself, Jultje Tieleman. Ik ga dus de uitdaging aan om deze hele week elke dag of een foto of een story van haar na te maken. Dan wens ik jullie vet veel kijkplezier met deze shit te houden. Veel succes voor me aan mezelf. Doei. What's good, kakker? We gaan het doen. We gaan het gewoon doen. Ik heb schijt. Ik heb ook een beetje paprika aan mijn kin volgens mij. We gaan beginnen met een filmpje. Ik dacht, fuck it. We gaan het gewoon even een keer anders doen. We beginnen gewoon met een filmpje. Niet zomaar een filmpje, maar dit filmpje. Dat is een boeiend filmpje. Beetje zo met stop motion. Ik snap ook niet allemaal wat. Maar ik heb wel precies wat we nodig hebben. Ik heb 2 opties qua brillen. Ik heb deze 2 opties. Het zijn niet dezelfde brillen, want ja, Jultje heeft er ook wel een handje van om dingen te kopen die 8000 euro zijn. Dus dat gaan we heel eventjes niet doen vandaag. Yo, what's good? Dan hebben we een horloge. Zo. Horloge check! Dit is, dit is de huwelijksring van mij en Nina. Dat weet ze alleen nog niet. Kijk eens aan. How beautiful is this? En dan hebben we als klap op de vuurpijl dit onwijs mannelijke kleding ding set. Yeah. Ja, ik ga hem even omkleden. Jongens, popping. Dat vind ik niet mooi. Oh, ik ben echt afgrijzelijk. Ik ga alleen nog even de kruisjes op mijn hand tekenen en dan zijn we gewoon good to go. Het zijn sterretjes ook. Oké, okay, we gaan het doen. Nou, mooi sterretje hoor. Hey. Oké, okay, I'm ready. Let's go and make the fucking video. Je draait daar. En draai je heel smooth naar de andere kant toe. Ja, en dan weer terug. Dan kijk je in de camera. Dan doe je je bril omhoog. Dan lach je heel breed. Ah! En dan moet je naar bitch. Dat is ongeveer maar dan smooth okay, en dan dus M zo achter elkaar. Hey, ik zie daar iets. Oh nee, toch? Hey, jij bent er ook. Ja, oprotten. Dat is het nummer beetje. Dat is exact wat we moeten doen. Oké, okay, dan gaan we dat gewoon een paar keer doen. Oké, okay, let's go. 3, 2, 1. Hey, hey! Ja. Sorry, ik praatte. Maar het was even voor het inlevingsvermogen. Ik moet iets met die Jultje saus krijgen. Jultje saus. Jultje saus. Real saus. Hey, voor mij komen we best wel in de buurt hoor. Het is gelukt! Het is gelukt. Hij is perfect. Hij is briljant. Oké, okay, ik ben trots op deze. Hopelijk zijn jullie ook trots op mij. Ik zie jullie morgen op naar de volgende. Doei. What's good, Kelfam? Wij zitten in George. Dat is een restaurant waar ik een aantal weken geleden ook al was. Omdat we een foto moesten namaken van Nina. Ze zijn eigenlijk op precies dezelfde plek. Alleen voor een andere foto. Ik hoef niks te bestellen voor deze foto. Ik hoef alleen een bepaalde trui aan te doen en een bepaalde soort armbanden. Die heb ik mee. En hopelijk kunnen we hem er een beetje op laten lijken. Ik heb niet zulke mooie blonde lokken als dat Jultje heeft. Ik heb überhaupt niet zo'n mooi hoofd als dat Jultje heeft. Ik ga gewoon even die trui aandoen en die armbanden om. En dan gaan we hem gewoon maken. Zo simpel is het. Hey, ik heb een trui aan. Een Burberry trui. Die is ongeveer net iets te duur, vind ik. Maar hè, we hebben hem gewoon speciaal gehaald voor vandaag. Het is alleen niet exact dezelfde trui als die Jultje aan heeft. Ik heb de armbanden. Ik heb mijn haar even de andere kant op gedaan. Hier zit aan jou de taak om de allerbeste foto ooit te maken. Oké, okay, ding nummer 1 is je hand. Ja. Moet wat meer boven naar boven. Hij moet iets minder op je lippen. Zit ik hoog genoeg, dan moet ik lagen. Als we hem zo pakken. Ja, ik kan eigenlijk niet lagen, maar ik kan mijn stoel wel weghalen. Oh ja, misschien is dat. Zit ik even lekker op de grond. Zo kan het ook. Okay. Dit is prima, toch? Ja, dit is goed. Dan kunnen we hem zo pakken. Kijk een beetje dood, toch? Een beetje filo. Draaien met je hoofd. Kantelen naar rechts. Ja. Okay. Ja, precies die. Ja. Oké. Kijk hoor. Dit is die original. Nou, ik vind dat dit de allerbeste foto aller tijden is. En het enige grote verschil is ja, de man op de achtergrond en de blonde lok. Maar verder, als je hem een beetje bewerkt en je zit ze naast elkaar, dan denk ik dat je best wel, dat we best wel gelukkig mogen zijn. Ja. Ik ga trouwens even laten zien hoe klein deze trui is. Dat is dit. Ja, goed. Ik zie jullie morgen weer. Love you. What's
good, KelFam? We zijn aangekomen bij de woensdag. Vandaag is het tijd voor deze foto. Een lekker selfietje met een bloemetje in haar haar. En nou is het verhaal als volgt. Deze foto is in het buitenland gemaakt. Aangezien deze bloemen in Nederland redelijk zeldzaam zijn. Maar we hebben iets wat er heel goed blijkt. Het is zoals jullie weten december. Het is koud. Het is winter. Ja, er groeien gewoon niet zoveel bloemen. Maar toch hebben we ervoor kunnen zorgen. Met heel veel intensief speurwerk. Dat we de bloem hebben. Moet je kijken. Hier. Hij ziet er iets anders uit. Maar goed, het kan ermee door. Dit is hem. Comedy. Nee, kijk, ik heb het serieus. Het lijkt een klein beetje alsof het illegaal is. Maar ik moest hem in de koelkast bewaren. Dus dat heb ik ook gedaan. Kijk eventjes naar dit bloemetje. Ik krijg deze eruit. Kijk eens aan. Is het niet prachtig? Is het niet prachtig, dames en heren? Een rode bloem. Achter het oortje. Moet hem denk ik even vasttapen. Maar we hebben in ieder geval de ingrediënten. Ik heb dit ding. En ik heb, als het goed is, hetgeen wat ze een soort van aan heeft. Het is niet perfect, maar het lijkt erop. Ik ga gewoon dit doen of zo. Het is wit. En zomers. Dus ja. Let's change, motherfuckers. Ik heb de outfit aan. Het lastige is de bloem. Die moet op een of andere manier blijven zitten achter mijn oor. Maar dat is makkelijker gezegd dan gedaan. Want het is zeg maar best wel een zware bloem. En we proberen nu met fucking tape. Dat is niet de allerbeste manier misschien, maar... Plak het er gewoon op, fuck it. Als het lukt, dan lukt het, weet je wel. Dat is hoe het zit. Het laat heel snel los. En nu dan? Oh hey. Ja hoor, het zit. En het valt bijna. Nou, dan gaan we het gewoon doen. Even kijken. Yep. Dus ik doe dit. Ja, ik kan niet zo goed zo kijken. Dat het een beetje moeilijk wordt. Beetje zo, een beetje zo. Dit lijkt me perfect, toch? Gekke bedrag. Ik ben echt een beetje chagrijnig op deze foto. Want je gaat hem toch nooit zo perfect krijgen. Want die bloem is irritant. En hij gaat niet de goede kant op. En hij buigt verkeerd. En het is kut, kak. Maar goed, ik heb wel een aantal foto's gemaakt. Waarvan ik denk, als er een juist filtertje overheen gooit, dat hij er redelijk goed uitziet. Ik denk dat als je ze zo naast elkaar ziet, dat je wel een klein beetje trots mag zijn op wat we vandaag hebben neergezet. Gelukkig werkt mijn haar ook heel erg mee. Dit is echt een topdag. Hopelijk gaat het morgen beter. Kak! What's good? Welkom op deze prachtige donderdag, dames en heren, jongens en meisjes. KelFam, what's good? We zijn aanwezig ergens in de buurt van waar ik net een afspraakje had. We gaan hier even een stoepje opzoeken met een muurtje. Want we moeten deze foto namaken. En dat is een foto waarin Jultje lekker haar make-up aan het doen is op straat. Dit waren de tijden dat Jultje nog dakloos was. Je weet toch, zij heeft zware tijden meegemaakt. Zij niet zo breed had, ze had niet zoveel centjes. Moest ze nog op straat, moest haar make-up zo poppen en zo. Die dagen gaan we terugbrengen vandaag. En om dat goed te kunnen doen, hebben we een muurtje nodig. Die precies dat is. We rijden gewoon even een rondje. En er moet zoiets te vinden zijn. Het moet niet te moeilijk zijn. Dat zat er niet. Hier is wel zoiets, maar het is eigenlijk te klein. Ja, en er zit een muurtje voor nog. Daar heb je wel. Even kijken, hoe kan ik daar komen? Kan ik daar komen? Ja, dit is hem wel. Kijk eens, joh. Oh. Nou, dit is mooi. Dit is hem. We zijn er. Het mooie muurtje. Jultje zit hier zo op de grond zo. Hey, ik ben lekker aan make-uppen. Dat gaan we doen. Alles wat ik nodig heb, heb ik hier. Het zijn niet exact dezelfde schoenen. Wat sieraden, een soort band in je haar. En zo'n tassie en een lipstift. En een spiegel. Als ik dit uitduw, het is heel grappig, heb ik een soort hemd aan. dit is het. En dan moet ik ook eigenlijk... Zij heeft iets heel korts aan, dus ik moet mijn broek uitdoen. Zo. Nou, dit valt nog wel mee. Schoenen aan. Zo. Oké, ik ben er klaar voor. Nou, dit is toch wel een van de mooiste outfits die ik ooit uit heb. Ga ik snel zitten en dan gaan we maken. Kom op. Let's go. Oké. Dus, voeten mag over elkaar zo. Dan mag je lipstick tegen je mond aan. Een beetje de hoek. Linkerhand mag je iets uitsteken. Oké, dit is wel mooi. Oké, we maken gewoon fucking 1000. Ja. Oké, check it. Ik denk dat we wel een mooie hebben hoor. Hey, ik moet eerlijk zeggen, ik heb iets langere benen, dus vandaar dat het een beetje uit proportie lijkt. Maar ik ben wel blij. Ik vind het wel goed gelukt. We hebben eigenlijk bijna hetzelfde muurtje gefixt, bijna alles hetzelfde. Dat is nice. Oké, het wordt fucking koud, dus ik ga snel weer mijn broek aan doen, dames en heren, jongens en meisjes. Tot morgen. Doei. Cold! KelFam, het is echt fucking koud. Het is denk ik ongeveer tegen het vriespunt aan. En het waait ook nog. Hè. Dus we sterven een klein beetje van de kou. Maar we houden ons er niet van om deze foto van Jultje zo goed mogelijk na te maken. Ze zit lekker te chillen op een steigertje. Volgens mij niet in Nederland. Maar ja, ik zie het verschil niet. Want kijk hoe zomers lekker een steigertje we hier hebben, man. Ik heb de outfit die Jultje heeft, die heb ik gefixt. Dus die ga ik aandoen met heel veel tegenzin. Maar hey, ik doe het voor jullie. Oké. Dit is de outfit. Zo. Deze aan. Oh, sterf. Oh, fucking hell. Echt, ik ben zo verkouden mogelijk, dat weet ik nu al. Oké, ik ben ready. Let's do it, man. Let's go. Zitten. Oh. Voeten over elkaar en dan pak je met je rechterhand. Ja, zo. Joyce, ik ga kapot, jongen. En vol. En dan met je elleboog erop en dan zo, ja, en iets rechter kijken. Zo, ja, ja. Kijk in de camera. Jultje, als je dit ziet, maak volgende keer gewoon even foto's bij de open haard of zo. Dat is iets chillen. Nee, warmer juist. Hou je bek. Boom. Boop. Net of hebben. Ja, ja.
We hebben hem, man. Fucking koud. Dit is mijn foto, dit is Jultja foto. Afgezien van het feit dat het hier ongeveer 50 graden kouder is, ben ik wel gelukkig met het eindresultaat. Oh, ik ga een beetje klein beetje dood. Tot de volgende keer. Hey! Kel, hallo? Hallo? Waar is Kelvin? Nina, Nina. Ik zou een video opnemen met Kelvin, maar ik kan hem niet vinden. Wat denk jij? Ik heb iets te dik billen. Hey jongens, leuk dat jullie er zijn. Fantastisch. Welkom op deze prachtige zaterdag. Vandaag gaan we weer een foto van Jultje namaken. Deze. Het zijn er twee. Eigenlijk doe ik gewoon 8 keer Jultje na deze week in plaats van 7. Denk daar maar eens goed over na. Ik heb deze foto gekozen omdat die legendarisch is en daarnaast ook niet al te moeilijk. Desalniettemin gaan we er wel voor proberen te zorgen dat deze foto perfect wordt. En daar heb ik deze trui voor nodig. Het is een hele bijzondere trui namelijk. Als je deze trui namelijk... Good, Kelvin. Ik heb een trui aan. Hij staat me heel erg leuk. Ook hebben we een ringetje nodig. Ik heb niet zeg maar zo'n dikke ring als Jultje heeft. Ik doe maar gewoon deze weer op. Dit is mijn favoriete ring. That's right, motherfucker. Justin, ben je er klaar voor? Ja. We gaan voor het witte muurtje staan en dan gaan we het gewoon weer doen. We hebben net besloten dat we heel even een andere kant op gaan. Namelijk, Hey. Wat die? De deur van net, daar was het licht niet goed. De schaduw was verkeerd. Dus we gaan nu hier naar deze oncomfortabele houding zo voor deze witte muur zetten. En dan hopelijk lukt het. Het zag er misschien niet zo uit, maar ik moest echt de meest onmogelijke houding ever doen. Jultje, waarom heb je zulke onmogelijke houdingen? We hebben er best wel veel foto's gemaakt. Ik denk dat als we ze naast elkaar zetten en in zwart-wit, dat het er dan zo uit komt te zien. En dan denk ik dat we gelukkig mogen zijn. Jongens, we moeten er even door. Ik zie jullie bij de volgende foto. Hey! Het is zondag. Dat betekent dat we zijn aangekomen bij de allerlaatste foto. En ik ben op een hele bijzondere plek, namelijk... de beach. Ik ga zoveel spijt krijgen hiervan, dat weet ik nu al. We gaan deze foto van Jultje namaken, dat ze ongeveer tot hier in de zee zit. Dus dat is wat we vandaag gaan doen. Ik heb een soort van bikini BH ding mee, die wit is, dus dat moet goed komen. We gaan het gewoon proberen. We gaan het gewoon doen, scheid, alles voor de perfecte foto. We zijn onderweg naar het water. We hebben één groot voordeel, namelijk de zon schijnt. En het mag dan wel 3 graden zijn of zo. Het is toch lekkerder dan als het nu zou waaien met regen, snap je? Zo kan je het ook weer zien. Je kan denken, jeetje, wat koud, wat kut, wat verschrikkelijk. Aan de andere kant kun je ook denken, de zon schijnt. Nu praat ik nog tof, maar als ik straks in de zee zit, dan... Ik ben benieuwd hoe diep het is. En is het nat? Het is nat. Is het water nat? Ja. Nah, nee. Het moment is aangebroken. Ik ga even rustig mijn kleertjes uitdoen. Kijk hoor, ik heb expres dit meegenomen voor als ik eruit ga. Oh, ik heb wel één groot probleem. Kut. Oh, wat dan? Ik heb geen schone onderbroek mee. Godver. Tot zover is het nog uit te houden. Hier, er is even een hondje. Hey hondje. Dag heen. Tot zover is het nog te doen. Oké, zo. Dit is geregeld. Ik ga heel hard kijken hoe diep we moeten. Ik ga er gewoon instappen en dan kijk ik wel hoe... Nou, dit is nog best wel ver hoor. Dit is nog best wel ver. Dit gaat het wel lukken. Fuck it. Oké, ik ga het gewoon doen. Fuck. Oké, we zijn er klaar voor. Ik doe mijn jas uit en dan gaan we het gewoon doen, Jus. We gaan het gewoon doen. Kelle, stop. Hier gaan we. Ja. Ach, dit is hem toch? Nog lager nog. Navel, kan niet. Oké. Ah, je god. Dom. Oh, fuck. Holy shit. Alles tintelt. Oh, shit. Echt alles tintelt. Oh, we got a picture, though. Het mooie is, mijn hoofd lijkt ook echt... Ik moet zo ontspannen kijken, maar ik zit echt zo... Ik sterren. Ik denk dat als we hem een klein beetje bewerken, dan is dit Jultja's foto. Dan is dit mijn foto. En dan ben ik trots op wat we gedaan hebben vandaag. Bedankt voor het kijken. Vergeet deze video niet een duimpje omhoog te geven. Want als we binnen 24 uur zoveel likes halen, betekent dat er morgen weer een nieuwe video komt. Het is nog steeds Kelsummer, dames en heren. Doei! Oh!